schip is uitgevoerd met de modernste technologie die we op dit moment op de markt te koop is. Ja, wij wilden dus een schip dat toch wel een stuk voor ligt op wat er voor de rest rondvaart. Het is een voorbeeld voor de sector, voor de markt. De stabiliteit is ongekend mooi en qua snelheid. Het is echt een schip waar de bemanning trots op is. Kostra 2, volgt u die variant maar? 12 uur voor de Monnikendamhaven, nog 70 van 155 meter lengte. Die gaat nu zijn zwaai in en dan achteruit naar binnen. De haven van Rotterdam. Een dynamische wereld met veel industrie en elke dag duizenden scheepsbewegingen. Verantwoordelijk voor een snelle en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer is de divisie havenmeester van het havenbedrijf Rotterdam. De vloot van de dienst bestaat uit 8 patrouillevaartuigen. Die zich toeleggen op het begeleiden van de scheepvaart, incidentbestrijding, inspectie en handhaving. Een van deze schepen, de RPA-3, was aan het eind van zijn technische en economische levensduur en moest vervangen worden door een nieuw schip, de RPA-8. Omdat het havenbedrijf streeft naar een duurzame en veilige haven, werden aan het schip hoge eisen gesteld. Hij moest snel kunnen, het moest stil zijn, hij moest besparend zijn en het moest schoon zijn. Dus wij hadden een eis dat de opgewekte golven van het schip niet hoger mogen zijn dan 40 centimeter. Dat was voor ons natuurlijk best wel een hot item, om dat als we bij bepaalde snelheden in de Rotterdamse haven gingen varen, dat die golven gereduceerd moesten zijn. Voor de bouw van de RPA-8 werd gekozen voor scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht. Een bedrijf wat vooraf niet de meest voor de hand liggende keuze was. Kooiman heeft nog nooit een patrouillevaartuig gebouwd, had hij ook niet, had het geen ervaring met dit soort schepen. De inschrijving van Kooiman, zoals ik het kan zien, is dat het een hele vernieuwende werf is en het ook aandurft om dit soort stappen te maken. Kooiman heeft veel onderscheidende schepen gebouwd, maar dus nog nooit een snelvarend patrouillevaartuig. Toen dachten wij van ja, als we dan meedoen, dan moet hij toch wel veel beter zijn dan wat andere werven te bieden hebben. Want die pakken iets uit de kast wat ze al een keer gedaan hebben en dat is die dan. Niet geremd door eerdere ontwerpen bedacht Maarten achter zijn tekentafel iets revolutionairs. Voor het ontwerp van de romp werkte hij samen met ontwerpbureau van Oceane, een specialist in hydrodynamische scheepsontwerpen. De romp is een combinatie van 2 gepatenteerde uitvindingen. De Fast Displacement Hullform en de hulveen. De aluminium romp is een rondspand waterverplaatser die geoptimaliseerd is voor een breed snelheidsgebied. De hulveen is een onderwaterspoiler achter de spiegel die energie van de hekgolf omzet in een voortstuwende kracht. Het schip blijft daarnaast ook bij hoge snelheden vrijwel recht in het water liggen. De combinatie van deze innovaties maakt een schip extra stabiel en zorgt voor minimale weerstand. Met deze rompvorm kunnen we eigenlijk met de helft van het motorvermogen af ten opzichte van vergelijkbare schepen. Ja, je hoeft minder water weg te duwen. Ja, en dat, ja, als je het dan over bijvoorbeeld brandstofbesparing hebt, als je maar de helft van het motorvermogen nodig hebt, dan dat gaat het hardste. Tijdens de bouw- en de engineeringfase was een werkgroep van de DAMR en Asset Management actief betrokken bij de ontwikkeling van het schip. Zij leverden input op het gebied van regelgeving, techniek en praktijkervaring. Een drijvende kracht was scheepvaartmeester Bertus Vermeeren, die vlak voor zijn pensioen aan zijn derde nieuwbouw van een patrouilleschip mocht werken. Nou ja, hoe mooi kan het zijn dat het bedrijf het toelaat dat de ervaring en kennis van medewerkers gebruikt worden om zo'n project goed te laten slagen, weet je? Ik bedoel, dat vind ik echt zo'n meerwaarde. En dat is gebleken in de huidige vloot. En ik heb het gevoel dat het nu weer goed gekomen is. Yep.
Het blijft apart, hè? Als die van zijn bouw loskomt. Het eerste wat er met hem gebeurt, joh. Als je beseft hoeveel tijd, moeite, passie en energie we erin gestoken hebben. Dus ergens zit er altijd een stukje van jezelf in, hè? Met het idee dat iedereen daar hartstikke veel profijt van kan krijgen. We gaan losgooien, we gaan varen, we gaan een proefvaartje maken. Kijken hoe dat hybride systeem gaat werken. Mooi RP8 uit de Swinhaven, stemming Dordtse Kil. Als je dan kijkt naar het operationeel gebruik van zo'n RPA, dan zie je dat je eigenlijk op twee dieselmotoren, zeg maar ongeveer 80%, 60 tot 80% van de tijd, relatief langzaam vaart. Diesel is laag aan het belasten. En als je een diesel laag belast, heb je een relatief hogere roetuitstoot. Dat zijn de NOx'en. Kijk, nu met hybride voortsturen creëren we dus een één hoogbelaste diesel. En terwijl je toch wat langzamer vaart op die patrouillesnelheid. En dat is gewoon het hele slimme van die RPA. Door de combinatie van de unieke rompvorm, de hulveen en de hybride voortstuwing wordt 40% aan brandstof bespaard ten opzichte van de RPA 1 en 2. Het schip heeft ook een systeem om de uitlaatgassen te reinigen en maakt voor verwarming gebruik van haar eigen restwarmte, waardoor het schip een heel lage emissie heeft. De werkplekken op de RPA 8 zijn in vergelijking met de huidige vloot anders ingedeeld. Zo is er gekozen voor een enkele middenbesturing, met daarachter twee werkplekken. Mocht het nou zo zijn dat je bijvoorbeeld bij een fysieke begeleiding in een taak komt dat je met communicatie te maken krijgt, dan zal de andere scheepvaartmeester achter hem op het werkplek helemaal uitgerust is voor de communicatie voeren. Zo hebben we de rollen verdeeld, zodat dat op een veilige manier gewerkt kan worden en niet één scheepvaartmeester al het werk doet, waarbij afleiding op de roer ligt. De stuurhut heeft een panoramisch zicht en is daarnaast uitermate stil. Tijdens de proefvaarten kwamen we erachter dat het schip buitengewoon stil is. En de stuur staat ook op volledig automatisch luchtgeveerde fenders, dus het is perfect. Een van de moeilijkste eisen die aan het schip gesteld werd, was om een geringe golfopwekking te realiseren. Hiervoor werd vooraf veel getest met de hulveen. Een van de eigenschappen van deze onderwatervleugel is dat hij zorgt voor demping van golfslag. Op de RPA-8 zijn eisen gesteld aangaande de golfhoogteopwekking. En dat zet hem in orde grootte 40 centimeter. Maar om dat dan te testen, te toetsen, moet je meten. Hebben we gebruik kunnen maken van een meetopstelling van de marine. Dat wordt verzorgd door Marin. Waarin we met sensoren dus dan golfhoogte kunnen meten. Met een maximaal gemeten golfhoogte van 29 centimeter voldeed het schip ruimschoots aan de eis. Net als de eis om zuinig, snel, stil en schoon te zijn. Ik ben trots op, gewoon, zeg maar, op het project, omdat het gewoon technisch innovatief is. En dat ik daar een stukje heb mee aan mogen helpen, fantastisch. Nou, als ik de terugkoppeling krijg van mijn werkgroep, dan zijn ze uitermate tevreden over het schip. Ik vind het een mooi schip geworden en ik bouw er graag nog een paar. Zeker weten.